Goedemorgen, morgen. Goedendag. Het is 11:05. Ik ga zelfs bij Nonna eten. En dan ga ik mij ook douchen. Mijn zin, het wordt hier eens tijd dat ik hier mijn kamer ga opruimen, maat. Want wees blij dat je nu niet mijn grond ziet. Echt, wees blij dat je mijn grond nu niet ziet, want het is schandalig. Echt. Mijn kast is kapot. Oh, jeet. Maar weet je wat het is? Ik heb hier zo allemaal spullen liggen. Waarvan ik weet dat ik die nooit ga gebruiken. Maar toch kan ik die niet wegdoen. Dat is mijn probleem. Ik ga nu de bed. Sorry, hè. Even. Zijn er trouwens nog mensen die zeggen de bed? Oké, ik zeg dat altijd, maar mijn overgrootmoeder, zij was Italiaans. Ja, ik ben dus ook Italiaans, maar die zei altijd de bed. En denk dat ik dat vandaag heb overgepakt, dus ga ik dus nog. Ah ja, ik heb ook een heel knuffels uit mijn bed gegooid. Nu zit alleen Teddy en Bob nog op mijn nachtkastje. Ik ben gisteren thuis ook deze deken gaan halen. Dat is zo een original snuggie. Kennen jullie dat? Zo een deken met mouwen. Dank je not. Maar die zijn kei moeilijk om op te vouwen. Wacht. Concentration. Ja, ik vouw mijn deken zo klein. Oh mijn god, ik moet straks echt mijn haar gaan wassen. Ja, oké. Ik heb gisteren mijn bed afgespoeld, want die was stoffig. Nu is die niet stoffig. Jawel, van onder wel, die is weer vuil. Oh, mijn haar. Weet je wat het is als mijn haren vettig zijn? Ik wacht ook zo altijd op het laatste moment om die te gaan wassen. Maar ja, het doet lelijk buiten. Want het is goed om je haar een paar dagen, of ja, 1 of 2 dagen, is goed vettig te laten zijn. Dat is goed voor je haar. De meeste mensen denken van niet, maar je haar pakt dat vet op. En gebruikt en vecht daartegen en dan wordt je haar sterker of zoiets. I don't know. I just read that, hè? So if it's true, I don't know. And I honestly don't care. Ik wil vandaag weer bubble tea gaan, maar ik heb geen geld meer.
I am broke, echt waar. Vaak ga ik mijn ouders sturen. Tref hem. Ik ga mails sturen. Die zijn vader is een loonwerker. Brooks. Die fucking 1000 euro op zijn rekening staan. Give me. Please. Wat in mijn mond. Ja, ik heb nu batterij in mijn kastje gestoken. Het werd echt tijd meer dat je zo'n batterij kan open hebt. Jezus, dat duurde een half jaar. Oké, dus ik was... Nu hoor je die wel veel harder klikken, daar kan ik niet. Ik ging hier mijn handen ruiken naar parfum. Jeez, I have to go to the bakker, I cannot. What? Should I drink coffee or not? Yeah, I'm gonna do it. I found out something. Kijk, hè. Dus je hebt koffie en je kunt daar... Hè? Maar if you stir it, and then you do it... Ja, zo. Ik ben aan het denken, maar ik heb een fiets. Ik zou het gaan met mijn gewone fiets. Of met een elektrische fiets. Maar ik heb geen zin om gewoon te fietsen. Ik heb ook geen zin om mijn elektrische fiets helemaal uit te halen. Dus. Ja. En toch wil ik mijn elektrische fiets. Je rekent naar stroom, het was dat voor iets, ja. Sorry hè, niet voor dit of dat hè. Maar zie eens hoe slecht dat ik eruit zie. What the fuck, maat. Ja. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. Yeah. Yeah, please don't ask me what that was. Ach, dus Leandro gaat zich douchen. Country roads, take me home to the place I belong. Ah. Oh yeah. Mensen. Please don't do that shit anymore. Don't make porn of me. Ik kreeg laatst zo op Instagram een DM van iemand die had een screenshot getrokken uit een van mijn video's van mijn boezem. So don't do that shit. Allee, I don't honestly care, gamma. Booby flash! Nee. I don't care if you take pickies of my boobs, but don't send them to me because it's personal. I don't care if you verspreid them on weird sites, do that shit, I don't honestly care. As long as you cut off my face, it's okay. And I can, take my brother, he's a fucking hacker. He can get your IP and I can go give you to the police if you do that shit, thank you.
I have successfully completed my showering quest. Yeah, but don't ask me what that was. Okay. Dus, like altijd, eerst de vuur. Aan de eerste kam. Die hoeft niet per se volledig droog te zijn, gewoon een beetje. En daar kun je die nog, maar die moet een beetje warm zijn. If you get what I mean. Okay, and now you can start combing your hair. Dus eerst gaat je kammen. Met alle knopen eruit zijn. Amai. Ik ben leerkracht geworden. Ik geef al kookles, nu ook nog eens haarles. Hello, my name is Elvis Presley. Ja. En dan, als je haar gekamd hebt, gaat je binnen. Yeah, feel like you always do it. Oké, en nadat je eerste ronde gefeund hebt, ga je er opnieuw door. En je doet die in het midden scheiden. Hij hoeft niet perfect in het midden te zijn, gewoon maar dat die lijn loopt. En hier kunnen we hem flat. Maar echt plat, hè. Dat je eruit ziet als dingen van de Backstreet Boys, like I showed you. Zo. Maak maar een goede bloempot. En dan zet je pinken erin en je just start de scheiding. Geen vechtscheiding, hè, dat is slecht. Maar je mag gerust zo. Ja. En nu gaat je van achter op hier. Okselhaar! Hier is je start doen dit shit. En nadat je klaar bent met feunen, mocht je die ook gerust even van natuur. Yeah, I don't know why I'm doing this. Booby flash! Nee, je mocht die ook gerust van nature laten drogen nu. Yeah. Mijn haarstijlavontuur is niet zo goed afgelopen zoals je kunt zien. Ik zit hier blijven zitten, maar als ik schud, gaan die naar het midden. En als ik even blijven zitten, die gaan zwaartekracht terug naar beneden. Nou, wat een kut zwaartekracht! God, laat de zwaartekracht verdwijnen. Oeh. Ik weet dat Diga Bobo dit vanavond zit te kijken. Hey Leandro uit de toekomst, hoe is het? Heb je al moeten overgeven vandaag? Dankjewel. Dat we ons weer kapot gaan lachen met mijn onnozeliteiten. Oh ja. Yes, so, ik ben terug naar huis aan het fietsen nu. Maar ik ga even op kerkhof langs, want ik heb er gisteren kaars aan gestoken. Want ik heb vannacht geregend, gebliksemd, gedonderd en keihard gewaaid. Dus ik hoop dat die kaars nog aan is. Als we naar huis een aansteker gaan halen om die kaars terug aan te doen, dan moet ik gewoon een nieuwe kaars mee pakken. En we'll just see. En ja, ik heb toch mijn elektrische fiets bij, dus. Ja. Yeah. Oké, ik ben dus terug thuis, maar. Dat gras, dat moet ergens gemaaid worden, want met mijn vader zijn grasmachine is kapot, dus ik kan dat ook niet doen. Ja, yeah. Zo, ik sta weer eens in de keuken. Maar ik moest even ontsnappen daar, want we waren aan het kijken naar dingen. Kennen jullie dat Naked Attraction? Ik heb echt trauma's, hè. Dat is dus zo, dan heb je zo 6 mensen in hun blote. En dan is er ene in kleren, en dan moet hij dus
Ja? Ja, oké, dus heb je de 6 mensen in een naakt. En dan is er zo ene met kleren. En die moet dan zo iedereen eruit doen, stel ik aan, dat hij nog 1 over heeft. En met die ene moet hij op date gaan. Dat klinkt echt raar, maar dat is echt leuk om naar te kijken. So watch it, it's on GoPlay, Naked Attraction. Yeah, so... Zelfs moet ik mijn beste kookkunst weer gaan bovenhalen, want... I have to make fish sticks. We gaan zo... Ik wou eerst zo fish sticks met puree maken. Maar ja, de patat is een op. Maar de alleenigste van die... Drol puree. Voor een frietketel. So we're eating that with the fish sticks. I hope it's lekker. Oh ja. Oké, San Leandro is gonna cook, hè. Ik ga hier even in een plant mijn telefoon neerpleuren. Even Jacqueline uittrekken. Dan. Is that shit? Oh no, I can't find it. No. Oh, ah. Yep, sir! So. Oh fuck, this is I fuck. Yeah, okay, I did it. I'm so proud of myself. Oké, 180 graden, maar eerst die fish sticks. Ja. Yeah. Welkom back bij Leandro's kooklessen. Is een normal boy, hij kan niet. Zo. We're gonna have to melt some butter, so I'm gonna get the butter. Here's some bitches on back. That's good. Wacht, hè. Bun. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Acht. Yeah, that's up now, so it's good. All in all. Dan pakken we een condoom. Je moet de, ik weet niet, gewoon 10 seconden daarin. Yes, zo. Oké, dus die moest je gewoon even een beetje omgooien. Dan. Zo. Die pan mag aan op 6. Ja, op 4 laten smelten.
Oké. Okay. Ook even die friteus al warm laten worden. Want ik wil jullie dus eigenlijk eens iets weten. Ik heb zo'n bakje voor mijn camera, dat komt van Wish. Dit is al het vijfde of zesde bakje wat ik heb. Maar deze heb ik, want ik had de eerste had ik. Ik weet niet, 2 jaar geleden of zo. De tweede had ik in... Nee, dit is nog maar de derde. De tweede had ik in Parijs en dan is dit de derde. Ja, dit is de derde, want deze heb ik nu al een jaar. Oké, so you can do invetting. Yeah, it's getting warmer. I'm so Gordon Ramsay. I was down, but now I'm up. Cooking, cooking. Okay, it's cooking, eh? Okay, so it's gonna start melting. De frietketel. Hou je vork daar gewoon even op dat die boter van je vork afsmelt. Dus de frietketel is ook aan het ontdooien. Aan het ontdooien. Hallo, zoiets gaat koken, amai. De frietketel is ook aan het... Warm worden? Ik hoop wel dat... Ik weet u dat ik de goede vis moet bakken, want... Something is trilling here, but I don't know what is my phone. Nee, dat zou ik toch wel voelen. Ah, het was my phone. I cannot... Oké, dus de boter begint te smelten, maar dat... begint zo niet te pruttelen. Begint pruttelingen! Who is sending me? Oh, I hate when people are sending me messages while I'm cooking. Ik ben aan het koken. Don't store me while I'm cooking. Aanspritteling. Just start cooking already. Ik had die fish sticks. Zou ik die daar al in leggen? Nee, want dat kookt nog niet. Hè? Start! Ah, de starting, hè. Oké, I'm gonna... put them in. I am professional cook. I am a professional cook. Got it. Shuffle up. Yes, I wash my hands. Kijk als die frikadel warm is. Ja, yeah, ik cannot. Are they good? Oh, die andere die liggen daar 5 seconden en they can get good already. Maar er is not enough boter. Anders mag ik zo schaven. En just... Wow. You just put it in.
Ik gebruik echt veel te veel boter als ik kook, I know. Okay, so we just had the food. The fish sticks were a bit aangebrand. Oh, the fish sticks were a bit aangebrand, but pardon. Oh. Pardon. Derde keer. The fish sticks were a bit aangebrand, but it ging heel lekker zijn. Nee, ha. Het was heel lekker. Lekker, weet je zelf. Swanieta zegt, als je niet lekker kan koken, moet je niet koken, snap je? Want anders ga je dood. Yes, zo. Ik ga weer terug. Jullie zitten in mijn afvalbak. Where am I going? Where am I gonna put you? Guys, here, stay please, thank you. Karton. Zit dat ding van gisteren hier nog in? Need to know. Is that thing in there or not? Zit ik hier kei droog tussen karton? Ah, oh, sorry. Hier, ik ken dat. Oké. De glas. Wait. Ah ja, wacht. Dat dekselke moet bij de PMD. En de glas is te komen in there. Wel, dat didn't sound hard. Maar ja, ik moet dat toch wegbrengen zo. Als ik mijn eigen snijd, is het toch mijn eigen schuld. Zo. Daar, nog. Daar. Ah ja, hoe is het koud? Kom, dusjes. Die dat was eigenlijk een grote voice crack. Ja, ik vind dat zit, hè. Je want insectenverdelger. Hij ontploft. Weet je waarom dat hier staat? Twee zomers geleden. Hier een wespennest. Kijk. Je ziet, daar is een wespennest. En hier is van. Waarom draait dat niet om van de eerste keer? Now it is gone. And I don't know why the insectenverdelger is still standing here. It is not supposed to be standing here. I cannot, why is the port so heavy? Het was weer een leuke en een gezellige dag. Maar vond je deze nu een leuke video voor je... Het was weer een leuke en een gezellige dag. En jammer maar helaas ga ik hier de video weer afsluiten. Dus... Vond je dit nu een leuke video? Vergeet dan zeker niet te liken en het like op abonneren te doen. En na te abonneren op het belletje en dan op altijd, zodat je altijd weet wanneer ik een nieuwe video upload. En dan zie ik doei!